Stichting Centrum Management Schiedam organiseerde woensdag in zaal Beatrix een informatiebijeenkomst over een nieuw te vormen ondernemersfonds Schiedam Centrum of een bedrijveninvesteringszone. Om de activiteiten van de Stichting Centrum Management Schiedam ook in de toekomst te kunnen bekostigen, is het van belang dat alle ondernemers en eigenaren een redelijke bijdrage leveren. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de noodzaak en de verschillende mogelijkheden. Deze bijeenkomst is eigenlijk bedoeld als kick-off, aftrap voor de totstandkoming van een nieuw ondernemersfonds. Zodat we financiering krijgen voor de activiteiten van het centrummanagement. Hartelijk welkom. Namens het centrummanagement Schiedam heet ik u van harte welkom op deze met een goed Nederlands woord. Ja, in het verleden financierden we eigenlijk ons door middel van van de reclamebelasting. Om politieke redenen is dat beëindigd. En zijn we nu van plan om daarvoor in plaats een BIS te organiseren. En het grote voordeel daarvan is dat het van en door ondernemers is en dat ze daar zelf dus ook de zeggenschap in hebben. Waarom bent u naar deze bijeenkomst gekomen? Omdat het belangrijk is dat we met elkaar over dit soort dingen gaan beslissen en ik wil graag informatie weten over de BIS. En vindt u het zelf ook belangrijk dat er een BIS komt of betaalt u liever zo gewoon reclamebelasting die er eerst was? Kan ik nog niet over oordelen. We hebben de vorige vergadering iets over gehoord, maar verder weet ik het nog niet. Daarom ben ik hier en dan wil ik daarna graag mijn oordeel geven. Nou, het is belangrijk dat ondernemers de handen ineens slaan om het centrum wel aantrekkelijk te houden. Want ja, het gaat slecht met het winkelend, met de winkeliers. Dat is lastig vanwege het internet. Dus er moet er echt een andere invulling komen aan het centrum. En iemand moet dat ook gaan doen. En we hebben hier natuurlijk een hartstikke goed centrummanagement in het centrum van Schiedam. Maar dat moet wel betaald worden. Dus ja, dat is zeg maar de hoofdreden om een fonds te vormen, zodat het centrummanagement door kan gaan. Dus ik hoop vanavond na de uitleg van hoe het precies gaat werken, dat die ondernemers inderdaad inzien dat dit belangrijk is en dat ze hier ook achter gaan staan en dat we daarvan dan weer door kunnen zeg maar, met het centrum van Schiedam. Nou, wat we willen bereiken is dat we dus financiering vinden, zodat we die activiteiten ook in de komende jaren kunnen blijven doen. En dat we door middel van die activiteiten zoveel mogelijk consumenten naar het centrum van Schiedam weten te lokken.